Kom even checken. Oké, tijd voor de kalkoengeluiden. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je even kijkt naar een nieuwe rust. Wij zijn weer teruggekeerd om weer al onze spullen blijkbaar weer te halen, want we hebben niks meer. Ey. Oh shit. Nee, dat is een hond. Oh shit, die zag ik helemaal niet. Ik zag dit fucking gebouwtje hier op de achtergrond. Of stad, of muur, of ding. En ik zat van, hé, ik ga daar naartoe. En toen opeens hond. Dus dat is kut. Ren door. Schrik niet. Zit een hond in onze rug. Help. Help. Oké, deze fucking radiation is gruwelijk irritant. Oh, come on. Er moeten hier toch wel spullen zijn. Come on. Geef papa iets moois. Een blueprint. Don't give a shit. 500 radiation gaat het pijn doen. 500 radiation gaat het pijn doen. Ren weg. Oh my god, er zit nog steeds een wolf achter me aan. Help, help, jongens, help. Wat moet ik doen? Fucking parkour over stenen heen. Dat is wat ik ga doen. Oh, hemeltje. Hier, fuck, hij beet me in mijn anus. Help, zit hij nog steeds... Oh my god, deze kan dus ook klimmen. Ah! Parkour, motherfucker. Help, can someone help me? Help, er zit een wolf achter me aan, jongens. Ah, kut. Niet praten en parkouren tegelijkertijd. Dat werkt niet. Ik heb hem afgeweken. Of afgedingest. Ah, god. Zijn wolven verschrikkelijke beesten. Nou, wat we nu dus eigenlijk even moeten doen... is weer eigenlijk al onze shit verzamelen. Of ik kan gewoon straks weer gewoon eigenlijk dat dorpje inrennen... en hopen dat er een geweer of... Oh, kut. Hij zit nog steeds achter me aan. What the fuck? What the fuck? What the fuck is er mis met dat beest? Auw, what the fuck? Nou, nee. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oh kut, dat zijn er nog meer. Oh kut, wat heb ik gedaan? Help, 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 help. Is daar iemand? Ik heb wolven achter me aan. En niet zo'n klein beetje ook. Help. Oh, piemels. Oh, piemels. 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 Kut. Nee. Doe het me niet aan. Doe het me niet aan. Doe het me niet aan. Ja, dat is kut. Ja. Yeah. Wat zullen we rustig van maken? Ik ben zojuist gestorven door één beer, een stuk of vier wolven. Treurig. Het is allemaal zeer treurig. Ik ga wel even in een hoekje zitten en huilen of zo. Wow, wat is dat? Huh, jou heb ik nodig. Nee, niet wegrennen. Ik heb een steen voor jou. Huh? Waar ga je naartoe? Kom terug. Ik heb eten nodig. Papa heeft eten nodig. En... Kablam! En, oh, je staat stil. Mooi. Haha, ik wist wel dat een steen pijn deed. Ik moet zeggen, ik hoorde even een ruisje in mijn linkeroor. En ik zit zo even in het donker te staren. En toen zie ik deze hele bomenformatie en zit ik van, Jezus ouwe. Dit is een fucking Slenderman forest dit. Straks komt er gewoon een Slenderman op mijn beeld. En dan, dan kak ik gewoon daadwerkelijk in mijn broek. Dan blijft er niks van mijn broek over. Deze mooie blauwe jeans is nu gewoon letterlijk een bruine broek geworden. Yeah. Ik ga wel weg van dat ruisje, want daar ben ik een beetje bang voor. Zo in het donker. God, het ziet er best wel gruwelijk uit als je het zo even bekijkt. Gewoon met een fakkel, dan in het bos zo. Ja, dat is leuk. Wow, what the fuck is dit? Ik ben een naakte man met een steen, val me niet aan. Ik dacht, misschien helpt zo'n bedreiging. Waarschijnlijk niet. Alhoewel, mensen schieten dan misschien in de lach. Oh, ik heb een helm. Mooi. Helm, is er nog hier iets? Oeh, kogels. Oh, altijd fijn, denk ik. Voor de rest is er niks. Nou ja, dank u wel. Oké, hier baal ik een beetje van, jongens. Er staat wel een biggetje daar en daar ook. Dat betekent eten, maar ik wil eigenlijk die steen erachter hebben. Oké, voorzichtig aan. Ik val niet op. Ja, er staat ook nog een beer achter. Vandaar dat ik er een beetje van baal. Niks aan de hand. Ik kom alleen even wat steen halen. Zo, ik heb mijn boog weer. Ik ben nu wat arrows aan het maken. Ik ben weer op de goede rit wat dat betreft. Gelukkig maar. En dan kan ik zo direct even dat huisje daar bekijken. En dan die beer doden. En die wolf doden. En biggetje doden. En dan weet je gewoon dat het... Uitstekend. Komt dat schot? In je hoofd, biggemans. Wat? Je gaat gewoon letterlijk bij me staan? Oké, dan doe ik het zo wel hoor. Motherfucker. Dan kost het me tenminste ook geen pijlen. Heppa, geef me al je eten. Oké, jongens, ik ben heel erg benieuwd wat er in dat huisje zit. Hallo? Is er iemand?
Het is mij, de gamende meneer van het internet. Oké. Nou, dat ziet eruit als iemands daadwerkelijke huisje, maar toch ook weer niet. The fuck? Is er nergens een kist? Come on, hé. Ik dacht helemaal, dit wordt gewoon de beloning van deze aflevering. Maar nee. Geen ene fucking reet zit erin. Het serflats. Oké. Als mijn eten klaar is, dan ga ik even op pad hoor. Want ik begin ook een beetje honger te krijgen. Ik heb nog 600 eten over. Dus het wordt tijd dat we ons buikje even gaan vullen met wat kip. Nou, ik heb eventjes genoeg eten in mijn buik zitten. Laten we het pad gaan vervolgen. Om te zien of daar wat hulpzame mannen zijn of zoiets. Of vrouwen, dat kan ook. Maar meestal zijn het mannetjes in zulke soort spelletjes. Oeh, een beer. En het is een rode. Die hebben meestal wel fucking gekke shit bij hun. Ik ga je doden, jij rode beer. Je zult er spijt van krijgen dat je uit je moeders buik kwam. Soort van. Ik weet niet hoe dat bij beren werkt. Shit! Fucking eet pijl. Eet nog een pijl. Alsjeblieft. Het mag hoor. Je mag een pijl eten. Motherfucker. Kogels en een flare. Oké, geinig. Oké, ik wil die beer. Of ik ga wel op die beer. Ik ga wel op die beer. Oh god, hij komt wel erg dichterbij. Erg dichtbij. Nog één pijl in zijn hoofd, alsjeblieft. Oh god, dat werkte. Ik bloed. Ik bloed niet meer. Oh god. Oh, een pickaxe. Yeah, bitch. Fucking awesome. Ik ga het erop wagen. Ik heb nog 17 HP. Ik ga mijn beste accuracy ervoorschijn halen. Was die raak? Nee, iets omlaag. Raak. Iets omlaag. Oh shit, die was mis. Iets achteruit, zo. Ja, gaat goed. Gaat goed. In zijn hoofd is deze. Bakkes. Mooi man. Ja, lig je dan met je open waffelen, hè? Ah. Grappig. Wat is dit? P250, dat is een pistooltje. Dat weet ik nog wel. Want ik heb Counter-Strike gespeeld en dan weet ik echt alles van pistooltjes af. Bla, bla, bla. Nee, eigenlijk niet. Oké, weet je wat? Ik ga wel gewoon dichterbij staan, want dit is bullshit. Ah! Nee! Nee! Het mag niet! Mag niet! Oh my god! Metal fragments, dank u. Jesus. Ik ga wel even wat kip eten hoor. Weet je wat, ik ga jullie allemaal even vermijden. Want dit kost me iets te veel allemaal. Daar word ik een beetje bang van. Dit rode gloeiende beeld de hele tijd, dat hoef ik ook weer niet constant te hebben. Maar het was wel geinig, desondanks. Nou, we zijn er niet echt veel mee opgeschoten. Maar nou, we hebben leuke spulletjes erbij. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Leuke spulletjes. Oeh! Kijk, dat is weer zo'n dorpje. Die zochten we inderdaad. En er zijn heel wat rode beertjes. Oh, de radiatie begint hier al. Potverdikke me. Anders moet ik maar misschien gewoon even een huisje gaan maken. Dat is een idee. En dan gewoon proberen dat ik weer gewoon niet dood ga en shit. Oké, jongens, ik heb een briljant idee. Ik heb mijn medications, heb ik weer. Ik stel voor dat we er gewoon fucking in dat dorp gaan rennen. Gewoon een beetje kalkoengeluidjes maken. Elk huisje even checken. En dan gaan we gewoon rechtdoor lopen. Verder het pad door. Ik snap niet waarom het beeld nog steeds aan het rood doen is. Maar vooruit, hè. We doen alsof we aan het bloeden zijn of zoiets. Maar was ik hier niet toevallig dood gegaan bij dit dorpje? Dat huisje daar verderop komt me heel erg bekend voor. Dat is zo'nzelfde soort huisje. What the fuck? Nou ja, kom even checken. Oké, tijd voor de kalkoengeluiden. Nu heb ik zo'n beetje iedereen afgeschrikt. Weet ze niet wat er gebeurt. Iedereen is een verwarde status, net zoals in Pokémon, dat ze zichzelf pijn gaan doen en shit. En dan, ik ben bijna klaar hoor. Misschien moet ik even kalkoengeluidjes verversen. I'm a turkey, do not hurt me. Oké, nou, hebben ze weer even verward. Hopen dat het werkt. Kijken, is hier iets binnen? Fucking, ga weg met die deur. Wacht, neem anders maar even een anti-radiatiepilletje. Come on, oprotten. Ik moet even elk gebouwtje even checken snel. Oké, wat zit hierin? Oeh. Ja hoor, neem ik wel. Ik wil alles. Oh, nog meer medkits. Ja hoor. Het is niet alsof ik er al genoeg heb. Flare en metal fragments. Ja hoor. Ik neem alles mee. Oeh. Een kist door het plafond heen. Fuck it, ik open hem. Blijkbaar is hierboven dan ook nog gekke shit. Ik ga boven checken. Oeh, schoenen. Ja hoor. Mooie schoenen. Check, 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 check.
Oh, nog meer fuel. Blijkbaar niet. Jammer. Weet je wat? Ik denk dat het tijd wordt dat we gewoon eventjes weer een huisje gaan neerzetten. Dus ik maak eventjes een deur. Een huisje had ik al. En dan gaan we die even op een mooie locatie neerzetten. Hallo? Daar is dat een heel fort. Dat kan ik natuurlijk niet even onontdekt. Okay, weet je wat? Ik ga het fort gewoon nog eventjes checken. Want eerder gewoon nieuwsgierigheid wordt me echt te veel. En daarna moeten we maar even veilig lokken. Dat is een hert. Ik dacht al. Server is restarting, you will be kicked. Jesus Christ, ik lig midden op een veld. Nou ja, daar gaan we dan maar bij laten, want YOLO. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Beloon dat nou zeer zeker met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende rust. Tot de volgende keer.